Sophie Hilbrand en Hanneke Groenteman hebben zichzelf geen dienst bewezen door op de nationale televisie te snikken om hun omstreden TV-vriend Galit Kasem. De voormalige advocaat is van het scherm gehaald vanwege zijn dubieuze praktijken, maar volgens de twee presentatrices is hij een schatje en een lieverd. Hij is nou eenmaal een hoge boom. Albert Verlinde kon zijn ogen niet geloven toen hij maandag naar de uitzending keek. Hij vertelt in Vandaag in dat hij het een vreselijk schouwspel vond. We hebben het volgens mij allemaal al gehad over Sophie die met de tranen in de ogen zat, maar ik vond Hanneke Groenteman ook een zeurmuts er tegenover. Hij is lief en een schat. Tjongejonge. jongen. Hij gaat verder en dat nou niemand binnen zo'n team, want vroeger kon de Vara echt talkshows maken, die hadden de beste redacties gezegd heeft. Je mag het voor een collega vervelend vinden, maar als hij nou wel schuldig bevonden wordt. Er moet wel iemand tegengas geven. Ik heb nu Jeroen Pauw zitten kijken en het is wel of de Messias opstaat. Jeroen is zo goed dat hij eigenlijk niet met Sophie en haar programma geassocieerd zou moeten willen worden, vindt Angela de Jong in de admedia Media Podcast. Godallemachtig, wat een televisie. Wat een televisie. En dan nog durven de mensen te zeggen dat dit programma goed is en het geen grachtengordel is en dat het niet in een hele rare bubbel zit. Ze vervolgt, er is eigenlijk gewoon geen column meer nodig over hoe slecht het programma is en hoe het aan alle kanten rammelt en hoe eenzijdig het is als je zo'n opening doet. Ik dacht maar één ding toen ik zat te kijken: oh, Jeroen, alsjeblieft, ren, ren nu het nog kan. Rob Gozes denkt dat Hanneke zich definitief belachelijk heeft gemaakt bij de mensen thuis, zegt hij in RTL Boulevard. Hanneke Groenteman ging zo ver in het verheerlijken van Galit Kasem. Dan hoor je als talkshow-host te zeggen: dit gaat misschien wel een beetje vereniging. En dat deed ze niet. Mediajournalist Mark Koster denkt dat Sofie die kwaliteiten gewoon niet heeft. Sophie Hilbrand kunnen we afschrijven als serieus te nemen talkshow host. De presentatrice, die graag op juffertjes toon gasten ondervraagt, blijkt niet in staat om haar gevoelens opzij te zetten om zuiver naar een probleem te kijken, sneert hij in de telegraaf.